De recherche is er zeker van. Het lichaam dat donderdag in dit kanaal bij Boven Hardingsveld werd gevonden, is van de 54-jarige Johan de Waal. De man werd sinds 9 januari van dit jaar vermist. Rondom de woning van het slachtoffer, even verderop in het dorp, gaan inmiddels de wildste geruchten. Weet je, het criminele circuit, dat zijn dingen die je dan hoort. Gelooft u dat? Absoluut geen flauw idee van. Hij is gevonden in een ton, in een net, noem maar op. Maar echt uitsluitsel weten we niet precies. Er stond een scooter maandenlang langs de kanaaldijk daar. En dat is waarschijnlijk zijn scooter geweest of zo, of van iemand anders. En ja, dat misschien veel sneller aan de politie verteld moet worden. Officiële aanknopingspunten voor alle speculaties ontbreken. Maar vrijwel iedere inwoner van Boven Hardingsveld kent verhalen over het slachtoffer. Nou ja, hij had wel eens ruzie daar en wel eens problemen hier. En, ja, dat je toch wel, zeker als je buren daar ook van hoort, dat er toch wel opletten is wat je zegt, wanneer je het zegt. En dat is niet altijd makkelijk. Dus het is denk ik geen makkelijke man geweest. Inmiddels is sectie op het lichaam van de Waal verricht. Op grond hiervan gaat de politie uit van een misdrijf. In het belang van het onderzoek kan de politie nog niet zeggen hoe de Waal om het leven is gekomen.